In de landbouw wordt er door de politiek wordt er gesproken over sanering van de veehouderij. Er moeten minder dieren, minder koeien, minder kippen, minder varkens. Het lijkt wel of het altijd aan de dieren ligt. En ligt het niet aan de dieren, ligt het wel aan de boeren. Maar onze volgende spreker, die heeft niks met de dieren te maken, wat er was gezegd. Dit is een akkerbouwer. Ja, hij heeft schapen, maar in principe de Nederlandse Akkerbouwvakbond heeft niks met dieren te maken. Dat zijn akkerbouwers. Maar realiseren we ons goed met elkaar. In Nederland groeit er geen grammetje product op het akkerbouwland als er geen dieren zijn. Okay. Ik dank u echt aan jouw woord. Dank u, dank u. Beste boerenburgers en buitenlui. Bij mij gaat het met name om de boerenburgers, maar vergeet de buitenlui niet. Want we hebben elkaar nodig. We zijn hier met een hele grote groep. Ik heb nog weinig zo'n grote groep al eens gezien en zeker niet toegesproken. En hier, wat ik denk dat nodig is, dat we een brede coalitie, maar niet alleen alle sectoren van akkerbouw, veehouderij, pluimveehouderij, varkens, maar ook dat we naar, zie hier aan de zijkant, alle verwerkende industrie, alle toeleveringen en bedrijven, hebben wij nodig om voldoende stem te krijgen in Den Haag. Dus ik roep ook alle boeren op om met name in hun eigen afnemers en ook hun eigen toeleveranciers te wijzen dat hun voortbestaan afhankelijk is van het voortbestaan van de boer. En ook alle sectoren, want als ik even kijk naar ons bij in de akkerbouw, wij hebben een hele delta waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt. Er worden brede zones gecreëerd, bufferzones voor 7 nitraatrichtlijn. Weet u hoeveel oppervlakte dat al is? Dus ongeveer hebben wij begroot een oppervlakte van zo groot als de Noordoostpolder. Wij kunnen de inpolderaars toch niet het aandoen om het zweet en de oorlog die plaats heeft gewonnen om Noordoostpolder vrij te krijgen en droog te krijgen, om dat zomaar op te geven. Dus, ik heb altijd geleerd, de wal gaat het schip keren en ik denk dat dit hier het moment is dat Stroe, minister van de Wal, haar beleid gaat keren. Ik dank u. Super woorden. We hebben gezegd dat het is een eenheid. 1 oktober 2019 stonden we er allemaal naast elkaar. En ik ben de datum van vandaag even vergeten, maar we staan hier weer naast elkaar. De veehouderij heeft de akkerbouw nodig, de akkerbouw heeft de veehouderij nodig en we hebben allemaal de consument nodig. De akkerbouw heeft mest nodig voor de dieren, want anders groeit er gewoon helemaal niks. Wij snappen dat verhaal allemaal. We hebben het over klimaat, we hebben het over de Oekraïne. Er liggen verschrikkelijk veel kansen als we maximaal dierlijke mest zetten. Akkerbouw beseft dat, roept daar ook om en samen roepen erom. Wij zoeken plaatselijke ruimte voor de mest. Mest is geen probleem, dat mogen we nooit met z'n allen vergeten. Want als we geleerden op Mars mest vinden, springen ze een gat in de lucht. Want mest is een teken van leven. En dat geldt op de aarde ook. De akkerbouw maakt er dankbaar gebruik van en daar groeien de planten van. Het is een wijsheid als een koe, alleen ze snappen het in Den Haag nog niet.